Zo'n stad, hè, die jij zet. Hoe voel ik me daarin? Nou, we hadden het over interactie en groepen en sociale netwerken die bij elkaar komen. We hebben het over, dat is de nieuwe economie. En die stad die hebben we al een jaartje of 800. Dus in die stad zijn netwerken, sociale, economische, technologische netwerken, ja. Kennisnetwerken, ja. Die elkaar overlappen en uiteindelijk elkaar waarschijnlijk in het café vinden en okay, verbindingen gaan maken. Oké, okay, maar wat is dan nieuw aan dit verhaal? Nou, dat we de afgelopen 50 jaar steden hebben gemaakt waar we ontzettend ons best hebben gedaan om alles uit elkaar te rukken. Ja. Dat gingen we die kantoren legden we buiten de stad en de winkelcentra hebben we buiten de stad gelegd. En het wonen hebben we superbaar gemaakt. Is die een enorme trek terug naar die stad. Omdat het nu een economische meerwaarde krijgt. Eigenlijk de fout van de afgelopen 50 jaar proberen te repareren is al heel wat. Dat is al heel. Ja. En we hebben de ruimte om het te doen, want het is allemaal ik, heel erg goedkoop geworden. Ja, ja. Even Peter Korsten. Als jij zou willen staan, want het is tijd weer om onze experts erbij te halen. Jullie bij IBM zitten heel erg veel op die slimme steden te drukken. Ik vraag me toch altijd af, wat heeft IBM daar nou eigenlijk mee te maken? Alles. In die nieuwe steden moet heel veel meer worden samengewerkt. De mensen moeten makkelijker kunnen transporteren. Gezondheidszorg moet goed worden verzorgd. En daar is heel veel kennis voor nodig. Data moet worden gedeeld. Denk maar aan transportsystemen, uitwisseling van kennis en wat dan ook. En wij helpen daarbij. Op allerlei manieren. Met bedenken, met uitvoeren, met wat dan ook. Is die stad dan zeg maar, de nieuwe nucleus waar het allemaal waar het gebeurt? We zijn 2 jaar geleden door de 5% grens gegaan. Ik geloof dat we over 20 jaar boven 70% van de populatie in steden zullen zien. Om allerlei redenen. Maar dat mag dus aan de stad. Absoluut. Ja. Dat gaat er niet meer terug. Dat is een eenvormige beweging. En een klein gedeelte zal buiten de stad werken om heel veel redenen. Ja. Ja. En wat is daar dan slim aan uiteindelijk? Nu nog niet zoveel. Noem één voorbeeld waar je zegt, joh, dat is, als we dat nou hebben hier in deze regio, in de stad Nederland, dan ben ik heel gelukkig. Hele goede netwerken waardoor mensen veel beter kunnen samenwerken. Of dat dataopslag is, dat weet ik zelf nog niet zozeer. Mm-hmm. Hè, maar daar hoort, als ik het zou mogen zeggen, daar hoort ook bij een slimme financiële infrastructuur. Hè. Dus een regeling waarbij een tax holiday komt voor jonge ondernemers van 3-4 jaar, zodat ze even kunnen experimenteren, niet direct moeten afrekenen voordat de kassa gaat rinkelen. Een financiële infrastructuur, zoals we het vroeger hadden bij de participatiemaatschappijregeling, waarbij verliezen. Oké, maar je hebt het heel breed, zeg maar. Absoluut. Ja.